Wat is het verschil tussen de vierdaagse en de tiendaagse opleiding? Nou, in de tiendaagse opleiding wandelcoachen als professie, daar leer je echt alle basisvaardigheden voor het coachvak. Bijvoorbeeld het luisteren, samenvatten, doorvragen, maar ook hoe je een coachsessie vormgeeft van begin tot eind. Dus daarin ga je echt heel de basis neerzetten om een goede wandelcoach te worden. En verder leer je nog allerlei technieken, bijvoorbeeld de Tria-methode en nog andere technieken om jouw toolkit goed te vullen. In de vierdaagse daarentegen, daar ga je wel met de Tria-methode aan de slag. En natuurlijk krijg je daar ook alle natuurlijke werkvormen, zoals je ook in de tiendaagse krijgt. Maar je gaat daar veel meer met je persoonlijke leerdoelen aan de slag om die nog te verdiepen en verder te ontwikkelen. Dus je hebt al ervaring in coaching en je hebt de basis al ergens gedaan, of je hebt gewoon door het te doen in alle jaren ervaring opgebouwd. En er blijft altijd iets te ontwikkelen, dus daar ga je in die 4 dagen ook op focussen. Maar daar zitten dus geen basisvaardigheden meer in. Dus je kunt je ook voorstellen, als jij totaal geen ervaring hebt, dan voel je je daar als een vis op het droog en dat zou jammer zijn. Overigens zitten er ook wel eens mensen in de tiendaagse, die hebben wel ervaring al en die hebben al een basiscoachingsopleiding gedaan, maar die vinden toch dat ze het nog eens even heel goed vinden voor zichzelf, om dat allemaal nog eens heel duidelijk te verdiepen en vooral ook op wandelcoaching af te stemmen. Zo zie je maar weer dat het echt heel persoonlijk is, in sommige gevallen waar je voor kiest. En heb je daar dus nog meer vragen over? Nou, aarzel dan niet om een belafspraak te maken, want dan gaan we even samen sparren om te kijken wat de beste optie voor jou is. Je bent van harte welkom.